Ja jongens, en dan begint het moment van de inbouw van de bus. En we gaan proberen dat allemaal in detail aan je te laten zien. Het enige wat ik je kan vertellen is dat we van tevoren alvast begonnen zijn met de inbouw. We hebben alles gepast en gemeten. Dat is ook een tip die ik je alvast geef als je dit gaat doen. Pas al je meubels gewoon in en ga dan pas je vloer doen. Als je dat er al aan het begin inlegt, dan loop je gewoon dat hele cel stuk. En dat is natuurlijk zonde. Dus begin met je meubels gewoon lekker plain te maken, dat het allemaal past. En als het dan past, haalt het dan uit en ga dan pas verven en al je dingen doen. Nou, ik ga schroeven. Ben je aan het doen onderhoud? We gaan een plekje voor de gasfles maken. Ik kan hem ook makkelijk luchten hier door de vloer, heen. Zeil gekocht en we hebben gekozen voor visgraat, want dat is lekker retro. En die gaan we nu inrollen, dus eerst uitsnijden zodat die helemaal op maat is. En dan plakken zo meteen. Ik ben heel benieuwd. Schat, heb je dit wel eens gedaan? Nee, maar dan denk ik dat ik het kan. Duimpje omhoog! I want to think of him, music my so clean. Tonight I must forget those precious hours, but no hearts and flowers. Nou, we hebben natuurlijk een wak in onze vloer. Maar Onno heeft het inmiddels afgemaakt. Aluminium randje eromheen. Het kan er zo in. Je kan er een gasfles op zetten. Dat is goed voor de ontluchting. Moment. Is de deur dezelfde kleur als de bus? Ik denk dat hij hem nog een keer moet doen. Ja, hij is iets oranjer. Ja, hij is iets fletser. We gaan weer schuren, want dat hebben we nog niet gedaan de afgelopen weken. Mijn eigen handen zijn bijna schuurpapier. Oh, dit is de deur. De deur uit Leeuwarden. Die niet meer in Leeuwarden is. En die is al heel mooi, maar moet nog een laagje, want anders dan is het net niet overeenkomstig met de kleur van de bus. Dus we schuren hem licht op met nat schuurpapier en dan gaan we weer rollen. Is hij een beetje krap, maar we hebben een testopstelling gemaakt. Hier is het origineel schuifdeur, helemaal tot de top. Maar aan de binnenkant van de bus komt hier de keuken. Dus wat hebben we nou gedaan? We hebben de schuifdeur gehalveerd. Even kijken of het werkt. Deze schuift dus onder je keukenblad. Dan kunnen we hier de watertank en de gastank en dat soort dingen zetten. En daarboven moet een raam komen. Dus nu is het tijd om een wandje te maken die daar dus permanent in gaat komen, waar eruit in kan. Nou, dat gaan we doen. Vet, hè? En kijk uit dat er geen deuk in de auto komt. Ja, en een patatje met graag. En dan komen we ook bij de stroom. We gaan hier dus een framepje maken waar die in past. En dan hebben we ook onze 220 hiervoor. Een paar video's geleden heb je natuurlijk gezien dat we het dak gingen doen. Eigenlijk gaan we nu precies hetzelfde doen, alleen wordt het nu een raam. Hier is de welbekende lijn.
Daar staan we weer. Bekend shot dit, want hier kreeg ik vorige keer een plaat hout van Marcus. Maar we zijn weer met de dakplaat bezig. En die gaan we gebruiken voor de buitenkant van ons keukenraam. Want dan is hij mooi waterdicht. Piepschuim. Ik ben vandaag het schilderij. Tevreden zijn met het resultaat. Het ziet er super nice uit. Maar misschien doen we het niet er nog voor. Maar daar denken we nog even over na. Dankjewel voor het kijken. Zie je volgende keer weer. Vergeet niet op like, subscribe en dat soort dingen te drukken. En volgende keer gaan we, denk ik, hoop ik, jawel, eindelijk beginnen aan de meubels. Ciao!